Hoi. Ik lees jullie graag een verhaal voor uit deze hele dikke bundel, De avonturen van Tommy en Lotje. Er staan een heleboel verhalen in, ondeugende verhalen, lieve verhalen, grappige verhalen, ook een beetje spannende verhalen, over Tommy en Lotje. Nou, Tommy is een kleuter, die zit nog in groep 1-2. En Lotje is een grote zus, die zit al in groep 3-4. En dit verhaal heet Het hondje. Tommy en zijn vriendje Rolfje lopen samen naar huis. Morgen is juffie Simone er weer, zegt Rolfje. Dan is ze niet meer ziek. Fijn, antwoordt Tommy. Ik vind juffie Annie stom. Rolfje knikt. Ja, we moeten alleen maar prikken en vouwen. Bah, roepen ze allebei tegelijk. En je mag niet op de grond liggen, zegt Tommy. En je mag geen poep zeggen, zegt Rolfje. En we moesten allemaal een kabouter maken. En ik had een kasteel gebouwd en dan moest ik weer meteen opruimen. Juffie Simone is veel leuker. Ja, dan mag je wel poep zeggen bij juffie Simone. Tommy denkt even na. Nou, soms, zegt hij. Maar niet zo vaak. Poep, roept Rolfje. Poep, roept Tommy. Ze slaan een arm over elkaars schouder en lopen het pleintje over. Poep, roepen ze. Poep, poep, poep. Ineens horen ze achter zich. Woef. Ze kijken om. En vlak achter ze loopt een hondje. Hij is heel klein en heeft een platte snuit en lange haren. De jongens gaan op de grond zitten en aaien hem. Dag hondje, zegt Tommy. Het hondje likt over zijn hand. Hoe heet jij? Vraagt Rolfje. Ik weet het, zegt Tommy. Hij heet Poep. We riepen Poep en toen kwam hij. Dag Poep, zegt Rolfje. Het hondje gaat mooi zitten en geeft een pootje. Zie je wel, juicht Tommy. Hij heet Poep. Rolfje aait Poep over zijn kopje. Het is wel een gek hondje. Tommy knikt. Ja, het lijkt wel een bezemsteel. Woef, zegt Poep weer. Hij is zielig, zegt Tommy. Hij is zijn moeder kwijt. Hoe weet je dat? Vraagt Rolfje. Nou, dat kun je horen, hè? Hij zegt woef en dat is, ik ben een zielige poep. Ik ben mijn moeder kwijt. Je moet me meenemen naar huis en voor mij zorgen. Verbaasd kijkt Rolfje naar Tommy. Zegt hij dat allemaal in één woef? Tommy knikt. Het hondje houdt zijn kopje scheef en zegt nog een keer, woef! We nemen hem mee, zegt Tommy. Ja, maar hij kan niet bij ons, hoor, zegt Rolfje. Mijn moeder is heel bang voor honden. Nou, mijn moeder niet, hoor, antwoordt Tommy. Kom, Poep! Ze lopen verder en het hondje dribbelt achter ze aan. In de tuin zit Lotje met mama thee te drinken. Hallo, roept Tommy. We hebben een hondje gevonden en die heet Poep en die komt bij ons wonen. Poep rent meteen de tuin in, want die heeft Poes Nel gezien. Die ligt heerlijk te soezen onder een rozenstruik. En dan gebeurt er van alles tegelijk. Het hondje begint te blaffen. Poes Nel springt overeind en zet een hoge rug op. Prrrr, doet Poes Nel. Woef, 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 roept Poep. Ze rennen door de tuin. Het hondje gaat achter Poes Nel aan. Poep hier, roept Tommy, poep af! Maar het hondje luistert niet. De hond en de poes rennen onder de struiken door, over de bank en door de zandbak. En tenslotte schiet Nel in een boom en blijft op een tak zitten. Poep staat luid blaffend onder de boom. Tommy, roept mama, hoe kun je dat nou doen? We hebben toch een poes? Beteuterd kijken Rolfje en Tommy naar het keffende hondje en de bange Poes Nel. Ja, maar hij was heel zielig, antwoordt Tommy. Ja, zegt Rolfje, en hij is zijn moeder kwijt. Ja, waar hebben jullie hem dan gevonden? Vraagt mama. Dan vertellen ze alles. Van school en van het poeproepen. Nou, en toen was hij er ineens, zegt Tommy, en hij is heel zielig. Onzin, zegt mama.
Die hond is gewoon van iemand uit de buurt en die heet ook geen Boep natuurlijk. Lotje is bij het hondje gaan zitten en aait hem. Poep is opgehouden met blaffen en geeft Lotje een pootje. Hij is wel heel lief, zegt ze. Oh, mama, toe, mag die bij ons blijven? Mama zet grote ogen op. Begin jij nou ook aan, Lotje? Doe niet zo mal. Die hond is helemaal niet zielig. Die is gewoon met Tommy en Rolfje meegelopen. Vooruit, je brengt dat beest gewoon terug naar het pleintje. Ze zijn hem vast al aan het zoeken. Dan ga ik ondertussen verse thee maken. Hij is wel zielig, roept Tommy boos. Nou, hou je op, zegt mama. Je brengt nu die hond terug. Tommy aait het hondje over zijn kop. Jij bent zielig, hè, Poep? Je wilt bij ons wonen, hè, Poep? Maar dat mag niet van mijn mama. Mijn mama is een dierenbul. Oh, wat heb ik een gemene mama, Poep. Nou ja, schreeuwt mama. Nu is het uit. Breng die hond terug, onmiddellijk. Kwaad loopt ze de keuken in. Als ze terugkomt, zijn Tommy, Rolfje en Poep verdwenen. Alleen Lotje zit met een boos hoofd op de bank en Poesnel ligt naast haar. Ben je boos? Vraagt mama aan Lotje. Ja. Nou, doe nou niet zo mal. We kunnen toch geen hond nemen? Wat moeten we dan met Poesnel doen? Ja, maar Poep is zielig. Poep is niet zielig. Die loopt gewoon los op straat. Je kunt toch niet alle loslopende honden mee naar huis nemen? Ja, maar Tommy zegt... Tommy verzint maar wat. Die wil gewoon zijn zin doordrijven. Poep is gewoon van iemand. Trouwens, wie noemt er nou zijn hond Poep? Lotje begint te grinniken. Mama probeert streng te kijken, maar dat lukt niet. Ze moet nu toch ook lachen om die gekke Tommy. Ze drinken nog een kopje thee. Mama leest in de krant en Lotje leest verder in haar boek Lotta uit de Kabaalstraat van Astrid Lindgren. Waar blijven die jongens nou? Vraagt mama na een tijdje. Ze loopt over het paadje naast het huis naar de voorkant, maar op het pleintje is niemand te zien. Als ze weer de tuin in komt, staat Lotje bij de deur van de schuur. Tommy, Rolfje, roept ze, kom er nou maar uit. Het is nou helemaal niet leuk meer. Wat is er? Vraagt mama. Lotje durft mama niet aan te kijken. Mama probeert de deur van de schuur open te maken, maar die zit op slot. Ze kijkt door het raam naar binnen. En daar zitten in de schuur Tommy, Rolfje en Poep. Wat stelt dit voor? Vraagt mama. Ja, het was mijn plan, zegt Lotje zacht. Wat dan? Nou, ik heb Tommy verteld van Lotta uit de Kabaalstraat, hè, uit het boek. Die was ook boos op haar moeder omdat ze een kriebeltrui aan moest en toen ging ze in de schuur wonen. Oh, Lotje, kreunt mama. Ze klopt op de deur van de schuur. Vooruit, kom naar buiten jullie. Nee, roept Tommy boos. Ik blijf hier wonen met Poep. Ik wil niet meer bij jou wonen. Tommy, doe nou niet zo vervelend. Kom uit die schuur. Nee. Mama bonst op de deur. Doe open, meteen. Nee. En hou op, want je maakt Poep bang. Tommy, ik ben nu echt heel boos op je. Kom onmiddellijk uit die schuur. Nee. Opeens horen ze de stem van papa die de tuin in komt fietsen. Hoi allemaal. Oh, gelukkig dat je er bent, zegt mama. Ik weet niet wat ik met die jongen moet beginnen. Hij heeft zich met Poep opgesloten in de schuur. Papa schiet in de lach. Met wie? Ja, begin jij nou ook al? Snauwt mama. Papa snapt er niks van. Hij loopt naar de schuur en wil zijn fiets erin zetten. Ga weg, roept Tommy. Ik blijf hier wonen met Poep en met Rolfje. Papa begint te schateren van het lachen. Mama loopt boos naar binnen en gooit de keukendeur achter zich dicht. Hoofdschuddend zet papa zijn fiets tegen de muur en gaat achter mama aan. Lotje klopt weer op de schuurdeur. Tommy, fluistert ze, kom nou gauw. Mama is hartstikke boos. Ik ook, roept Tommy terug. Ik wil eruit, roept Rolfje. Ik wil naar mijn eigen mama.
Je mag er niet uit, zegt Tommy. Je moet poep bewaken. Rolfje begint te huilen. Dan hoort Lotje weer een stem. Stoffeltje, roept een stem. Stoffeltje, waar zit je? Lotje schrikt, want ze kent die stem. Het is meneer Timmer, die ook op het pleintje woont. Meneer Timmer staat nu bij het tuinhekje. Dag, Lotje, zegt hij. Heb je soms een klein hondje gezien met een platte snuit en lange haren? Nee, meneer Timmer. Meneer Timmer staart Lotje heel lang aan. Echt niet? Vraagt hij. Lotje schudt haar hoofd. Meneer Timmer kijkt nu heel zielig en zegt... Ja, we hebben dat hondje pas 2 dagen en nou is die weggelopen. Wil je me alsjeblieft waarschuwen als je ons hondje ziet? Ja, meneer Timmer. Hij loopt weer verder, terwijl hij allemaal roept... Stoffel, Stoffeltje, kom bij je baasje. Als meneer Timmer ver genoeg weg is, tikt Lotje weer op de deur. Tommy, roept ze zacht. Poep is van Timmer. Hij is hem aan het zoeken. Tommy maakt de deur op een kiertje open en vraagt... Echt waar? Echt waar? Hij was net hier. Je moet Poep teruggeven. Maar dat hoeft al niet meer. Want Poep hoort in de verte de stem van zijn baasje. Stoffeltje, Stoffeltje. Het hondje wringt zich door de kier van de deur en rent de tuin in. Tommy, Rolfje en Lotje hollen er meteen achteraan. Poep, kom hier, kom terug, Poep. Maar Poep luistert niet. Hij draaft over het paadje naast het huis. Als de kinderen op het pleintje komen, heeft meneer Timmer het hondje al in zijn armen en knuffelt hem. Ja, zegt Tommy trots, wij hebben Poep gevonden. Poep? Vraagt meneer Timmer. Hij heet Stoffel, hoor. Ja, maar wij noemen hem Poep, zegt Tommy. Jullie zijn niet goed wijs, moppert meneer Timmer. Maar we hebben hem wel voor u gevonden, zegt Lotje gauw. Meneer Timmer knikt. Dat is waar. Jullie zijn aardiger dan ik dacht. Papa komt ook naar buiten. Is die hond van u? Vraagt hij. Ja, antwoordt meneer Timmer. En de kinderen hebben hem gevonden. Dankjewel, kinderen. Meneer Timmer draait zich om en loopt naar huis. Het huis aan de overkant. Met het hondje in zijn armen. Dag, Poep, roept Tommy. Woef, zegt het hondje. Meneer Timmer draait zich nog even om en roept... Stoffel, hij heet Stoffel. Papa schudt zijn hoofd. Tommy, 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 zegt hij. Je hebt er weer een puinhoop van gemaakt vanmiddag. Kom maar gauw mee naar binnen om het met mama goed te maken. Als ze de voordeur binnengaan, zegt Lotje... Oei, als Timmer gezien had dat Poep in de schuur zat... Oh, ik moet er niet aan denken, zegt papa. En hij doet gauw de deur dicht. De avonturen van Tommy